Wij zijn een interkerkelijke groep van de Pauluskerk en van de Kruiskerk. En al bijna 20 jaar voeren wij ieder jaar in het voorjaar een musical spelen wij. En dit jaar spelen wij de musical Esther. Die hebben we ongeveer 18 jaar geleden ook gespeeld. En omdat het zo'n mooie musical is en omdat die eigenlijk in deze tijd ook heel goed past. Hè, omdat het gaat over jodenvervolging en over discriminatie. Hebben we besloten deze musical nu nog een keer te doen dit jaar. Het verhaal van koningin Esther speelt zich af in de tijd van de Babylonische ballingschap. En in die tijd was er zeer veel fascisme. En het verhaal gaat over Esther. Dat is een Joods meisje dat meedoet aan de Miss Persië-verkiezingen nadat de voormalige koningin is afgezet. En zij wordt koningin en redt het volk, haar Joodse volk, van executie eigenlijk. Heb je dan nooit iets? Jouw eigen Alice Veros heeft een wet ondertekend die de totale uitroeiing van ons volk betekent. Wat? Hier, kijk. Nee, maar dat kan niet. Zo is dat. Er zijn twee uitvoeringen van de musical Koningin Esther. De eerste is op zondagavond 22 maart in de Pauluskerk om 7 uur. En de tweede is op zondag 29 maart in de Kruiskerk om 7 uur. En we hopen natuurlijk allemaal dat jullie willen komen kijken. Want er is een reden dat we deze musical voor de tweede keer doen. En dat is namelijk dat het een ontzettend mooie musical is. Een ontzettend mooi verhaal. En we hopen dat jullie allemaal willen komen kijken.